In de mond van de rivier de Moesie op Sumatra gaan troepen van het Koninklijk Nederlands-Indische leger en van de Koninklijke Landmacht over aan boord van landingsvaartuigen die hen naar Palembang zullen vervoeren, waar deze troepen de Britse zullen aflossen. De opmars over de rivier geschiet onder escorte van Nederlandse marinevaartuigen. Na de aankomst in Palembang worden de troepen direct gedebarkeerd. De gehele operatie duurde 3 dagen en verliep zonder incidenten. De spoorbrug over